Om vlot met scoren te kunnen modelleren en het bestand te kunnen individualiseren, geven we nog enkele bijkomende tips. Voor de personen die zullen modelleren is het bijvoorbeeld handig te weten dat de woorden bijna allemaal in alfabetische volgorde staan. Dit zie je onder andere bij werkwoorden, werkwoorden 1, werkwoorden 2, werkwoorden 3. Alles staat alfabetisch geordend, zodat je alle woorden snel kan terugvinden. Een uitzondering zijn zaken als de dagen van de week, die staan uiteraard niet in alfabetische volgorde. Alles is ook zo geordend dat de werkwoorden in het dynamische deel aanleunen bij de werkwoorden in de kernwoordenschat en de adjectieven bij de adjectieven in de kern onderaan. Soms is het handig om een woord snel even op te zoeken als je niet meteen weet waar het staat. Met de sneltoetsen Ctrl-D, de D van doorzoeken, kan je dit doen. Zoek je bijvoorbeeld het woord meteen op, zoals hier, dan zie je dat je het kan terugvinden in de categorie tijd onder de tijdwoorden. En hier staat ons woord. De kernwoordenschat is ingedeeld per woordsoort. Bovenaan in de kernwoordenschat heb je bijvoorbeeld al de belangrijkste voegwoorden en voorzetsels. Wil je er meer zien? Dan klik je op deze drie puntjes. Scoren is opgebouwd volgens het systeem van dynamische pagina's. Het voordeel is dat als je wijzigingen wil doen aan de categorieën of aan de kernwoordenschat, dat je die alleen op de eerste pagina moet doen en niet op alle pagina's. Hierna tonen we je hoe je een woord kan toevoegen aan de themawoordenschat. We gaan bijvoorbeeld een symbool toevoegen aan de subcategorie vieren onder tijd. Zorg er eerst voor dat je via extra opties, bewerken via rechtsklik in muismode, aanvinkt en dat je dit bevestigt met oké. Met een rechtermuisklik in mode muis op de subcategorie vieren, zie je op welke pagina de themawoordenschat van vieren staat. In dit geval is dat pagina 90, tijd vieren. Met de sneltoets Ctrl-G, de G van ga naar pagina, kom je snel op de juiste pagina terecht. Daar kan je dan het gewenste symbool wijzigen of toevoegen. En je kan deze ook nog verschuiven om alles alfabetisch geordend te laten staan. We gaan eerst eens kijken wat er onder slinger geprogrammeerd staat, een woord dat al in scoren zit. Door rechts te klikken open je het bewerkenvenster. Bovenaan zie je het veld waar je normaal het symbool invult. Hier komt het label, dat is het woord dat bij het symbool verschijnt, en bij de acties zie je dat er twee acties geprogrammeerd staan. Eentje met de tekst die de computerstem zal uitspreken en een tweede actie ga naar pagina, namelijk de pagina met de grammatica voor de zelfstandige naamwoorden, pagina 191. Belangrijk hierbij is dat er ook aangegeven is waarin deze pagina getoond moet worden, namelijk in de keuzelijst. De reden waarom deze laatste actie erbij staat, is om de OC-gebruiker de kans te geven om, in dit geval het zelfstandig naamwoord, in het meervoud weer te geven. Je zal zien dat er bij een werkwoord naar een andere pagina wordt overgegaan. In dit geval pagina 192, de grammatica voor de werkwoorden, en die wordt ook in de keuzelijst weergegeven. Hoe voeg je nu zelf een woord toe? Via de toets F2 op je toetsenbord kom je in mode bewerken terecht. Je klikt het vakje aan dat je wil vullen. Je typt het woord dat je zoekt. En je ziet dat hij bovenaan automatisch al drie velden zal invullen. Het linkerveld toont de naam van je symbool. Met dit pijltje kan je eventueel nog een ander symbool kiezen. Dit is het label en dit is wat de computer zal uitspreken. We mogen niet vergeten om de actie ga naar pagina nog toe te voegen aan onze acties.
met een rechtermuisklik, via bewerken ofwel door dubbel te klikken, kom je terug in het bewerkenvenster terecht. Je klikt eerst op het groene plusje om een actie toe te voegen. Je selecteert de actie Ga naar pagina. In dit geval is dat pagina 191. En vergeet niet om ook te zeggen waar dat je die moet tonen, namelijk in de keuzelijst. En dan oké. We kunnen ons vakje nog een kleur geven. Door het feit dat scoren heel veel stijlen heeft, is het misschien handig om te kijken welke kleur de buur heeft. Door rechts te klikken zie je dat slinger stijl van de zelfstandige naamwoorden dynamisch heeft. Je klikt je vakje aan, je klikt op de kleurenwaaier, je kiest voor selecteer stijl ofwel vind je hem daar direct terug, dat kan ook, selecteer stijl. Je kan je stijlen handig alfabetisch rangschikken en onderaan vinden we onze gewenste stijl terug. Het enige wat we nu nog moeten doen is onze servetten op de juiste plaats zetten zodanig dat alles mooi alfabetisch gerangschikt blijft en uit mode bewerken gaan door opnieuw de toets F2 aan te klikken. Via Home op je toetsenbord kom je terug op pagina 1 terecht. En daar zie je dat onze servetten toegevoegd zijn aan ons dynamische deel van vieren. Zorg er zeker voor dat je je bestand steeds goed bewaart en dat je op alle systemen de laatste versie van Score gebruikt, zodat er geen werk verloren gaat.